vond een zeer slechte wedstrijd voor de Amstel Cup tegen Appingedam. De ploeg van Jan Korte won wel met 2-1, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Veendam-Appingedam was naast een noordelijke derby ook het duel tussen de trainers Jan Korte en René Wollerich. Oftewel de oud-hoofdtrainer van Appingedam tegen zijn voormalige assistent. Appingedam heeft maar liefst 18 nieuwe spelers gekregen en dus heeft René Wollerich de ondankbare taak een heel nieuw team op te bouwen. Iets waar Jan Korte al eerder bij Appingedam ervaring mee had. Ik heb het woord synergie vanavond nog even gebruikt, toen net bij de bespreking. En de meesten wisten niet wat het betekent, alleen nu weten ze het wel. En wat betekent dat? Nou ja, het teambuilding, voor elkaar gaan, elkaar ondersteunen, elkaar helpen. En dat moet ook de kracht zijn voor het komend seizoen. Veendam speelde gisteravond met Anton Jongsma als laatste man en Rick Slor centraal op het middenveld. En Max Houtuin speelde vlak achter de spits Paul Weerman. En Appingedam moest zich daar in het begin even op instellen, maar Veendam deed daar veel te weinig mee. Toch wel de beste kans in de beginfase voor Paul Weerman, maar slecht ingeschoten. En de redding van Marcel Groothof, de keeper van Appingedam. Veendam zette veel te weinig druk, veel te weinig inzet was er bij Veendam. Waarschijnlijk dat er sprake was van onderschatting. In de slotfase van de eerste helft, Max Houtuin raakt de bal finaal verkeerd. En via Henk Meijer, de verdediger van Appingedam, wordt er een hoekschop. Dan zitten we verder in de blessuretijd. Angelo Seintje die de bal verovert. Komt met de voorzet. En bij de tweede paal staat Lesmond Prinsen. En met hulp van Wiebrand Top wordt het dan toch 1-0 voor Veendam. Een tegenvaller voor Appingedam. Wat steeds beter in de wedstrijd kwam. Maar toch was Veendam weer de betere ploeg in de tweede helft. Hier de overtreding van Jacob Koetje op Bert Siemerman. En een terechte strafschop voor Veendam. En dan kan Veendam de score gaan opvoeren en de wedstrijd definitief beslissen. Dat zou Paul Weerman dan moeten doen. Maar hij doet het niet. Heel slecht ingeschoten. En Jan Korte zou het al zeggen. Als je niet in de wedstrijd zit, dan ben je niet scherp. En dan mis je ook zulke kansen. En dus blijft het 1-0 voor Veendam. En dan gaat het verschrikkelijk regenen. Onweren. En kan Herman van Dijk maar één ding doen. En dat is inrukken. Het duurde uiteindelijk 25 minuten voordat de wedstrijd weer verder ging. En die pauze kwam Appingedam heel goed uit. Want meteen al. Een hele goede mogelijkheid. Ferdin Lubaki en daarna Filip Mpanga. Het blijft 1-0 voor Veendam. Maar Appingedam bleef doordrukken. Voelde dat er een mogelijkheid was om gelijk te spelen. Lubaki ziet Hamminga vrijstaan. Hamminga gekomen van Achilles 94. Alleen voor Van der Vlag. Een gelukje, maar wel de gelijkmaker. Verdiend op dat moment. En Appingedam was uitstekend uit die rustpauze gekomen. En viert die 1-1 dan ook terecht. Maar toch, Veendam een tandje hoger. Slecht uitverdedigd door Hovenkamp. Bal teruggelegd, ingeschoten Slor. En daar staat alsnog Paul Weerman. Hij leek de slimiel vanavond te worden. Maar scoorde dan 2-1. Een overwinning voor Veendam, maar een slechte wedstrijd. Het was gewoon dramatisch. Weinig gedrevenheid. En zoals we eigenlijk de tweede helft zijn geëindigd tegen Cambuur, daar was ik tevreden over. En dan verwacht je dat we deze wedstrijd ook zo beginnen. Nou, we willen druk zetten en vastzetten. En zoveel mogelijk de wel van de tegenstander spelen. Maar niets van dat. En tot